Hey groep 6, we starten vandaag met rekenen, blok 5, week 2, les 6. Dus blok 5, les 6. Je mag even beginnen met de startopdracht. Hier bij de eerste zie je hoe je dat moet doen. 357, dat bestaat uit 300, 15 en 7 enen. Dus je schrijft het op al met 300 plus 50 plus 7. Dat doe je even met die andere 4 ook. Als je dat hebt gedaan, klik je weer op play. Oké, wat gaan we leren vandaag? Je leert sommen als 463 min 248 kolomsgewijs aftrekken en je begrijpt wat je opschrijft. Nou, dit hebben we ook al eens gedaan met plussommen. Eerst deden we kolomsgewijs, dus honderden plus de honderden, tienen plus de tienen, plus de enen en dan telden we elkaar op. Dit gaan we nu ook doen met de minsommen, maar je weet misschien ook nog wel van de plussom, omdat we daarna gingen cijferen. Heel snel, weet je nog, zonder al die tussenstappen. De minsommen doen we op dezelfde manier. Eerst kolomsgewijs, dat moet je goed begrijpen. En als je dat goed begrijpt, dan gaan we naar cijferend. Dan gaan we het nog sneller leren. Maar dit is een tussenstap, dus heel belangrijk dat je dit wel begrijpt. En nog een ding, je zou misschien denken, maar juf, ik kan deze sommen uit mijn hoofd, waarom moet ik dit doen? Je doet het even constant op deze manier om het in te slijpen. Misschien lukt het wel, maar straks als het grotere sommen worden, is het wel belangrijk dat je begrijpt wat je doet. Dus ik verplicht jou nu om het constant kolomsgewijs op te schrijven. Daarna maken we al snel de overstap naar cijferen. Dus nu even kolomsgewijs. We kijken even naar het filmpje. Oh, moet ik natuurlijk weer het geluid. Oh, kan ik je helpen? Hé? Oh, ja, ik zoek een gitaar. Oh, leuk. Enthousiast hoor ik al. Gitaar spelen is ook erg leuk. Kijk eens, ik heb deze prachtig klinkende gitaar voor u. In de aanbieding voor je, handgemaakt en dat voor €499. Oh, nou ja, misschien de op één na beste. Want zoveel geld heb ik niet. Hoeveel jaar duurt het al? Ongeveer 2. 2 jaar? Nee, 2 weken. Oké, ik snap het. Dan heb ik deze voor u. Dit is de beste gitaar. Mooi zeg! Voor beginners. Maar hij klinkt erg goed. Mag ik het proberen? Ja hoor. Ja? Hij kost €125. Speelt u maar. Oké, wacht even. 432 min €125 is, Nou, ik ga tijdens wel even kijken hoeveel spaargeld ik nog over heb. Kijk eens, en die krijgen van mij een gratis plek erbij. Oh. Alsjeblieft. Zullen we jammen? Oh ja. Doe jij de solo, want jij speelt op één snaar. Als je iets gaat kopen, is het handig om een minsom te kunnen maken van hoeveel houd je nog over. In de hulp wordt het allemaal nog een keer goed uitgelegd. Dus ben je straks aan het werken en denk je, hoe zat dat ook alweer? Kijk eventjes bij hulp. Schrijf eventjes in je schrift of op je wiskbordje, welke som zit er in dit verhaal? Ilias heeft €437 gespaard. Hij koopt een jas van €126. Hoeveel geld houdt Ilias over? De som is natuurlijk €437. Oh, ik moet nog heel even weg. €437 min €126. Had je dat ook? Oké. Hiervoor leerden we dat we deze sommen op de getallenlijn zouden uitrekenen. We gaan nu leren hoe je dat kolomsgewijs kunt doen om straks te kunnen cijferen en het lekker snel te kunnen doen. Dus dit is de tussenstap, zoals ik straks al vertel. Oké, kolomsgewijs. Dat ziet er als volgt uit. Dit kennen jullie nog van de plussom. Ik ga het je even laten zien. De honderden. Ik pak er even geld bij.
Ik heb 437 euro en er gaat 126 euro van af. Dat betekent, ik heb 4 honderdjes. 1, 2, 3, 4. 4 honderdjes. Ik leg het geld even neer. Ik leg het bedrag wat ik heb even neer. 4 honderden. Even kijken. 3 tienen. Dat zijn deze. Leg ik ook even neer. En 7 euro's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik heb hier 7 euro's liggen. Oké. Nu, mijn eerste stap. 4 honderden min 1 honderdje, want ik moet er 126 van afhalen. Dus ik heb 4 briefjes van 100 en eentje daarvan moet weg. Ik heb nog 300 euro over. 400 min 100 is 300. Naar de tienen. Ik heb 3 tienen, 3 briefjes van 10, 30 euro. En ik moet er 20 euro van afhalen. 2 briefjes van 10 van afhalen. Dat betekent dat ik nog 1 briefje van 10 over heb. Nog 10 euro. Dan mijn losse euro's. Ik had er 7 in mijn hand. Ik moet er 6 wegleggen. Dat betekent dat ik er nog 1 over heb. Nu zie ik hier, dit reken ik even stap voor stap uit, 311 euro. Kijken of dat klopt. 311 euro. Dat klopt. Dus geld kan jou helpen om deze sommen goed uit te rekenen. Gaan we even naar een nieuwe. Naar deze. En schrijf de som maar weer even op. Oké. Als het goed is, heb je deze som opgeschreven. Sana heeft 432 euro gespaard. Zij koopt een jas voor 124 euro. Hoeveel geld houdt Sarah over? 432 min 124 is, dat ga ik nu uitrekenen. Daarvoor ga ik eerst even het bedrag wat ik in mijn portemonnee heb neerleggen. 432, dat betekent 4 briefjes, ik zal het even hier leggen, kan je beter zien. 4 briefjes van 100. 1, 2, 3, 400 euro. 3 briefjes van 10. Want ik moet 30 euro. 1, 2, 3. 30 euro. En 2 losse euro's. Die leg ik even hier. Oké, ik heb nu 432 euro liggen. Nu ga ik kolomsgewijs rekenen. Als eerste schrijf ik de som op. Maar dat heb ik hier al gedaan. Nu schrijf ik hem netjes onder elkaar. 432 min 124. Ik schrijf er een min bij. Begin bij de honderden. 400 heb ik en ik moet er 100 van afhalen. 400 min 100 is, ik heb 4 honderdjes en ik moet er 100 van afhalen. Dat betekent dat ik nog 300 overhaal. 300. Oké, gaan we naar de 10. Ik heb 30. En ik moet er 20 van afhalen. 3 briefjes van 10. En ik moet er 2 van afhalen. Dat betekent dat ik nog 1 briefje van 10 over heb. Nog 10 euro. Schrijf ze even netjes onder elkaar, hè? De laatste. Ik heb 2 losse euro's. En ik moet 4 losse euro's geven. Oké, dus ik heb er 2 en ik moet er 4, oh, maar dat gaat niet, want ik heb er maar 2. Die 2 kan ik wel weggeven, maar nu kom ik er nog 2 tekort. Die heb ik niet. Ik heb niet nog 2 losse euro's liggen. Dus wat schrijf ik op? Min 2. Heel belangrijk dat je dat minnetje niet vergeet als je tekorten hebt. Let op. Oké, nu moet ik die perken optellen, net als net. Ik heb 310 euro. Oh ja, maar ik had die 2 had ik nog tekort. Dus die moet ik er nog even afhalen. Dus 310 min die 2, 308. Nou, gaan we eens even kijken of ik het goed heb gedaan.
Klopt het? Ja hoor, zie je hier. Oké. Je gaat het even zelf proberen in opdracht 1. Hier staat hij voor jou al netjes onder elkaar. Ik heb hier, maakten we nog gebruik van de hulpsommen. Ik wil dat je dat deze les nog wel even doet. Voor jezelf om het te begrijpen. Kan zijn dat je in de komende lessen zegt van, hey, dit gedeelte laat ik op een gegeven moment zitten. Maar nu moet iedereen dat nog even doen. Belangrijk. In deze opdracht ga je het even zelf proberen. Zet de video maar even op pauze. Gaan we zo bespreken. Succes! Oké, de som. De som is 427 min 244. Ik ga eerst, om het duidelijk te maken, jij kunt het ook doen. Als je speelgoedgeld hebt, kun je dat gebruiken. En anders kun je ook het geld tekenen en wat je dan weggeeft doorkruisen. Dat kan ook, ja? Ik ga het even neerleggen. De eerste. Ik leg het neer. 427 euro. Vier honderdjes. 1, 2, 3, 4. Ik heb vier honderdjes. Leg ik hier neer. Ik heb twee briefjes van 10. Twee briefjes van 10. En ik heb 7 losse euro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 losse euro. Zo. Oh. En we weten nog van de plussommen. Het maakt niet uit of je eerst de 100 doet, dan de 10 en dan de 1. Of je mag ook best andersom doen. Hè? Eerst de 1, dan de 10 en dan de 100. Je hebt bij plus geleerd dat het niet uitmaakt. Alleen bij cijferen gaan we straks een afspraak van maken. Maar bij kolomsgewijs maakt het nog niet uit. Voor de makkelijkheid beginnen we gewoon lekker bij 400, min 200. Dus ik heb 400'tjes. Min 200, die zie ik hier. Is. Ik heb 400. En daarvan moet ik 200 geven. Dan hou ik nog 200 over, dus 200 euro. Oké, dan 20 min 40. Let op dat je het ook zo opschrijft. Je hebt dit, dit gaat eraf. Niet andersom. Ik heb 20 euro. En daarvan moet ik 40 weggeven. Dat gaat weer niet. Dat zie je, want ik heb maar 20 euro. Die 20 euro kan ik wel weggeven. Maar dan kom ik nog 20 euro te kort. Dan schrijven we het minnetje op. Min 20. Dat heb ik te kort. Als ik dat minnetje vergeet, dan denk ik, oh dat heb ik. Dan gaat het mis. Dus als ik denk te kort, minnetje opschrijven. Dan nog 7 losse euro's en daar moeten 4 vanaf. Nou, dat gaat gewoon. 1, 2, 3, 4. Want 7 min 4 is 3. Okay. Degene waar geen minnetje voor staat, die mag je bij elkaar optellen. Waar wel een minnetje voor staat, dat moet er nog af. 200, daar moet die 20 vanaf. Dan heb ik dus nog 180. En die 3 mag er weer bij, dus 100. 83. Op deze manier. Kijk even of jij het hetzelfde hebt gedaan. Hier kun je het even goed nakijken. Oké. Gaan we weer even verder. Met de tweede opdracht. En dan mag je er even zelf mee aan de slag gaan. Lees het verhaaltje. Schrijf de som op in het blauwe vak. Laat zien in het blauwe vak hoe je rekent. Dat moet op de manier die we net hebben geoefend. En als je dat hebt gedaan, gaan we weer even bespreken. Zet maar even op pauze. Oké. Okay. Nadia heeft 561 euro. Zij koopt een mountainbike van 323 euro. Hoeveel geld houdt Nadia over? Oké. Okay. Ik ga de som even opschrijven. Ik heb 561. Een tip, begin niet helemaal hier, want je moet je hulpsommen nog opschrijven, hè? Anders heb je niet genoeg plek. Ik heb 561 euro en nu moet er 323 vanaf halen. Okay. Dit is de som. Ik ga het even neerleggen met geld. Ik heb 561 euro in mijn portemonnee.
Dat betekent 500. 3, 4, 5. 500. 6 tientjes. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tientjes. En nog 1 losse euro. 1 losse euro. Oké. Nu ga ik beginnen. Ik begin met de honderden. 500 en dan moet ik 300 van afhalen. Dus 500 min 300 is mijn hulpsom. Oké. Pakketje, doe het even bij mijn geld. Ik heb 500, ik moet er 300 van afhalen. Dat betekent dat ik nog 2 briefjes van 100 overhoud. Dus ik hou nog 200 euro over. Ga ik naar de tienen. Ik heb 60 en ik moet er 20 van afhalen. Ik heb 6 briefjes van 10, dan moet ik 2 weghalen, namelijk 20 euro. Dat betekent dat ik nog 4 briefjes van 10 overhoud, dus nog 40 euro. En dan, ik heb 1 losse euro en dan moet ik 3 afhalen. Ik heb er maar 1, maar ik moet er 3 weggeven. Dat gaat niet. Ik kan wel 1 van de 3 wegdoen, maar nu kom ik er nog 2 tekort. Dus ik schrijf op min 2. Heel belangrijk. Denk aan die min als je tekort hebt. En niet gaan denken, oh 1 min 3, dan gaat niet, doe ik even 3 min 1. Nee, want je hebt helemaal die 3 niet, dus dan kan je het er ook niet aan halen. Je doet het op die volgorde. Wat heb ik in mijn portemonnee? Wat moet ik weggeven? Oké, dit samen is 240 euro. Daar moet die 2 nog vanaf. Dat betekent dat er 238 euro overblijft. Dus bij je antwoord heb je, als het goed is opgeschreven, 238 euro. Denk aan de euro's, hè? Ze gaat het mout, het zijn 238 mountainbikes, wel 138 euro. Oké. Wat ga jij doen? Oh, hier staat het nog een keer uitgewerkt, dat je hem beter kan zien. Jij gaat in ieder geval aan de slag met 3 en 4. Maar nu staat er bij 3, leg eerst met geld. Ik kan me voorstellen dat je dat niet thuis hebt liggen. Je zou het volgende kunnen doen. Je kan van een A4'tje eventjes tientjes, honderdjes en eentjes knippen. Je kunt het tekenen. En daarna doorkruisen, bijvoorbeeld zo. Ik zal het even één keer voordoen. Ik heb 7 briefjes van 100. 3, 4, 6, 7. Dit is heel slordig, hè? Ik heb 7 briefjes van 100. Ik heb 3 briefjes van 10. En 8 losse euro. En dan, in plaats van wegleggen, ga je ze doorstrepen. 7 min 100, dan hou ik er nog 600 over. 30 min 20 hou ik er nog 1 over. 8 min 4 hou ik er nog 4 over. Dit kan ook. Het kan ook zijn dat jij genoeg hebt aan denken aan geld. Dat mag ook. Dus, wat kan je doen? Als je speelgoed hebt, geld hebt, kan je dat gebruiken. Je kan het even snel maken van een beetje papier, dat je het even knipt. Je kan het tekenen. Of als jij er aan denken aan genoeg hebt, kan dat ook. En bij opdracht 4 staat, reken kolomsgewijs in je schrift. En dat wil ik ook echt dat je dat doet. Dus die sommen zie ik als je terugkomt op school in je schrift staan. Ja, 3 en 4 moeten af. Als je denkt, nou dit gaat lekker, dit gaat goed. Een beetje langzaam. Dan maak je ook 5 en 6. Succes!